Ik weet niet of er mensen zijn die nog vrolijk zijn nu na dit uh, fantastisch macro-economisch en geopolitiek nieuws. Het ergste van al vond ik uh, dat uh, Ambiorix, haar posterboy, namelijk Erik van Looy, ook al uh, niet meer mee kan of vergrijst. Maar om u vrolijk te maken, misschien toch één iets goed, uh, Peter. Um, wij hebben voor u een nieuwe posterboy, zijn de Wouter Rasquin. En er is één voordeel aan Wouter, hij kan niet grijs worden. Uh. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik denk, uh, we hebben hier heel veel macro-economische zaken gehoord, ook geopolitieke zaken. Maar het is goed om die zaken wat concreet te maken. En wat mij opviel, Peter, en uw betoog, was dat jullie met Ambiorix, een van onze maakbedrijven waar we het meest trots op zijn, zeer ambachtelijke speler ook, beslist hebben. Om een stuk van de productie, geheel of gedeeltelijk, out te sourcen, niet meer hier te doen. Dat is een van die gevolgen van de zaken die ons zijn voorgesteld. En Peter, mijn vraag is: kan u misschien aan het publiek delen hoe jullie tot de beslissing zijn gekomen? Ik vermoed, jullie zijn daar niet over één nacht ijs op gegaan. Wat betekent dat concreet? Kijk, het is gewoon de realiteit. Eén plus één is twee. Zulke beslissingen eigenlijk beïnvloedt. Dus uh, wij zijn vanuit een familiaal en strategisch oogpunt, zeggen wij van wij willen zoveel mogelijk hier lokaal doen. Ook omwille van uh, allerlei redenen, zoals uh, de mensen lokaal aan het werk kunnen houden, maar ook omwille van uh, klimaatdoelstellingen en uh, zo kort mogelijk de keten houden. Maar de realiteit maakt dat als uh, 1 plus 1 niet meer 2 is, dat je die statistieken moet nemen. Hè. Nu, uh, dat gaat geleidelijk zijn. Hè. We gaan uh, niet zomaar ineens alles uh, gaan uh, overzetten, want uh, niet al die uh, handjes in het buitenland zijn klaar daarvoor. We gaan ook zoveel mogelijk proberen te doen in uh, Spanje, waar wij vooral de zolen uh, gaan laten maken. Hè. En uh, het is op die manier dat wij die processen beheersen. En uh, ja, dat zal waarschijnlijk wel een tijd nemen van uh, misschien 10, 20 jaar, waardoor wij toch wel die uh, snelheid kunnen uh, behouden in, in, in die overgang en uh, die, die zaken kunnen beheersen. Dus, maar dat er een tendens is als de situatie zo blijft en ook het beleid zo blijft, is heel duidelijk. En we gaan, uh, er is geen weg terug daar. En, uh... Er zijn een aantal zaken die jullie gaan uitbesteden naar het buitenland, maar zijn er ook een aantal zaken waarvan jullie zeggen dat gaan we dan hier gaan versterken, extra aantrekken? Ja, de core-competenties zijn natuurlijk de ontwerpen van de schoenen en het afwerken van de schoenen. Het zijn toch die, die mode in die schoenen houden, dus de look die toch een Vlaamse man of een Europese man wil zien die je eigenlijk niet naar het buitenland kan brengen. Dus daar gaan we zeker versterken en ook qua marketing en qua branding gaan we zeker ook onze, onze extra dingen doen om het merk meer in de kijker te zetten. Oké, okay, ik ga even naar Peter de Keizer, ook macro-econoom, opiniemaker. Ja, heel veel van jullie macro-economen, als ik jullie lees, dat is niet bepaald om vrolijk van te worden. Maar mijn vraag, Peter, aan u is, wat is, om het in het Engels te zeggen, onze, in Vlaanderen, onze window of opportunity? Waar ziet u eigenlijk nog kansen voor onze economie om echt fors te groeien? Nou, de enige kans die, die we als Vlaanderen eigenlijk hebben, is iets doen met uh, de brains die we hebben. We hebben geen grondstoffen, we hebben geen ertsen die in de, de grond zitten. Er zat hier wel uh, steenkool in de grond. Er uh, zitten vandaag nog een restant daar, uh, daarvan. Maar eigenlijk hebben we niks van grondstoffen, dus we moeten het eigenlijk doen met onze, met onze brains. Dat betekent... Uh, innovatie, onderzoek en ontwikkeling, een onderwijs dat goed is, dat is de enige sterkte waar wij het van kunnen hebben. In combinatie met een, economische, een chemische cluster bij de Antwerpse haven, de Antwerpse haven zelf, maar die brains zijn extreem belangrijk. En ook Europa herkent dat. Een recent rapport geeft aan, er wordt gekeken naar wie zijn nu de economieën in, in Europa, waar uh, innovatie echt aan de top staat. En dan identificeert Europa uh, vijf economieën in Europa die echt innovation leaders zijn. En dat zijn typisch allemaal kleine open economieën. Dat zijn Finland, dat is uh, Zweden, dat is Denemarken, Nederland en België, staat er ook bij. Met uiteraard heel veel kennisinstellingen die we hebben. Dus dat is iets waar we wel erkend voor worden. En daar moeten we verder op gaan, uh, gaan voortbouwen. Uiteraard. Uh, die kennis op zich zal onvoldoende zijn. Die moeten we ook kunnen omzetten in iets wat we produceren, wat we exporteren, wat we maken. En dat betekent dat we die kennis moeten omzetten door mensen op te leiden, om te scholen en uiteindelijk ook aan de slag te krijgen. En dat is vandaag, spijtig genoeg, het, het probleem dat er onvoldoende mensen aan, uh, aan de slag zijn. Ja, ja als West-Vlaming zijn, herken ik mij wel heel sterk in het verhaal dat we de brains hebben. Uh, maar uh, Peter, als we dan zeggen van we hebben die brains, uh, dat is onze sterkte. Wat zijn dan voor u sectoren waar u zegt van daar moeten we gaan en excelleren? Ik denk dat we in heel Vlaanderen uh, veel brains hebben, hè? ook in West-Vlaanderen uiteraard, er, uh, ook in Limburg uh, heel veel brains. Um, maar wat, wat, de wat de technologie van de toekomst wordt, of wat het product van de toekomst wordt, denk ik dat dat vandaag dat, dat, dat je dat niet kan, kan van tevoren uh, bepalen. Daarvoor heb je uiteraard veel mensen nodig die, uh, die opgeleid worden, geschoold worden, universitair, onderzoek en ontwikkeling. Die spin-offs die we hebben van de universiteiten, dat is uniek. Daar benijden ze ons wereldwijd, uh, wereldwijd voor. Maar het omzetten van die ideeën naar producten, naar fabrieken, bedrijven, dat is wat we zeker veel meer moeten doen. Bovendien, het is niet alleen de innovatie aan de top die belangrijk is. Heel vaak zijn er mensen die skills mankeren, zorgen dat zij tijdens hun carrière kunnen blijven omscholen, kunnen blijven bijscholen, nieuwe dingen gaan doen. Dat is een heel belangrijk. Als je dan toch kijkt naar een aantal sectoren, biotech zijn we bijzonder, bijzonder sterk in ook als je kijkt uh, groene energie met dan, met dan de, de windmolens het, het aan land brengen van, uh, uh, van die energie, die LNG terminal die we hebben, die gaat ook heel belangrijk, uh, belangrijk zijn, uh, waterstof economie dat is het soort van zaken van de toekomst en wat ik zou nog wil meegeven is Zeker die hele klimaatuitdaging die wordt vandaag vaak bekeken als iets ja, dat is ver van ons bed Als we het willen, dan houden we het zo lang mogelijk tegen. Ik denk dat we als kleine open economie eigenlijk het omgekeerde moeten doen. Wij hebben maar heel weinig waarmee we het verschil kunnen maken. Wij zijn niet de VS, de grootste olieproducent ter wereld. Wij zijn niet het Midden-Oosten. Wij zijn niet Zwitserland, die al 600 jaar in vrede leven en een uniek model hebben. Wij moeten het ergens van hebben. En die innovatie en die, die, die uh, onderzoek en ontwikkeling, die innovatiekracht, combineren met ondernemerschap in iets als klimaattechnologie, daar zouden we echt het verschil mee kunnen maken. Dus we moeten dat echt omarmen. Als wij als eerste daar verder in gaan, gaan alle grotere landen naar ons komen. Dus laat ons daar een sterkte van maken. Ja, Misschien nog één vraagje voor u, Peter. Uh, ik hoorde meneer Wolfs op een bepaald moment zeggen: Amerika gaat de protectionistische toer op, heel, heel veel staatssteun, eigen economie. Duitsland heeft veel diepere zakken eh, dan ons hier in West-Europa. Dus er is een redreis, eh, heel protectionistisch. Die breins hier kunnen ook worden aangetrokken door die andere economieën. Hoe kunnen we ons daar een stukje tegen wapenen? Ik zou dat tweeledig willen benaderen. In de eerste plaats, Europa, de Europese Unie, is voor, voor België, voor Vlaanderen, een zegen geweest de afgelopen decennium. Waarom? Omdat staatssteun door grote landen aan banden werd gelegd. Grote landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje, die mochten niet zomaar hun eigen industrie gaan ondersteunen. Wat uiteraard altijd nadelig is voor een kleine economie zoals, uh, zoals wij. Dus dat was goed. Alleen sinds. De covid-crisis, en sinds de oorlog in Oekraïne, heeft Europa dat tijdelijk opgegeven. Nu landen als Duitsland en Frankrijk, die laten dat niet aan zich voorbij gaan en die steunen hun eigen industrie met honderden miljarden euro's. Wij gaan daar als kleine economie in verpletterd dreigen te raken. Dus wij moeten pleiten tegen staatssteun, pleiten voor meer samenwerking met de VS, samenwerking en globalisering, daar moeten wij het van hebben. Bijkomend punt is, je hebt gezien, en Martin Wolven vertelt in Europa en wereldwijd welke landen kunnen vandaag hun eigen industrie ondersteunen. Dat zijn ofwel de grote landen met diepe zakken, of de landen met een goede begroting, die geld hebben. Wij horen tot geen een van de twee categorieën. Dat je ook hebt ook gezien in de grafiek van uh, Johan van Veld. En daarom, de komende vijf jaar zullen er heel veel dingen gebeuren rond ons. Er zullen landen massaal hun eigen groene industrie, auto-industrie, batterijfabrieken gaan subsidiëren. En dus het idee van dat wij nog wel tijd hebben om te hervormen, dat we tijd hebben om te kijken of we meer mensen aan de slag krijgen, dat we tijd hebben om die pensioenhervorming te gaan, te gaan bekijken die ons geld zou, kunnen, zou moeten opleveren, dat is een illusie. Ik denk, het risico dat we lopen, is als we nu blijven talmen dat al de rest, zijn eigen industrie, kapot zal gesubsidieerd hebben, en dat wij met lege handen zullen overblijven. Dus al die zaken van we hebben het hier toch zo goed. En uh, we moeten niet ons uh, in doem denken, vastrijden, enzovoort. Ik denk de sense of urgency moeten we blijven aanhouden. Precies omdat al die omstandigheden waar Martin Wolf en Johan Overveld het, het over hebben gehad, dat die het voor een kleine open economie als Vlaanderen des te dringender maken om nu in actie te komen. Oké, okay, dankjewel. En als we het hebben over actie, dan kijk ik naar de dame naast mij, Rita. En ik ga u een geheim verklappen. In West-Vlaanderen, Rita, kijken wij enorm op naar de Limburgers. Vooral over hoe jullie, jullie zelf hebben eruitgevonden na het mijnverleden, maar ook na het verhaal van Fort. En uh, ja, er zitten hier, ik weet niet, steek eens uw hand op, alle niet-Limburgers in de zaal. Kijk, okay, we zijn in de meerderheid. We kunnen Limburg, uh, we kunnen eerst een beetje nog iets ter stemming leggen. Uh, dat komt straks. Uh, Marita, misschien verklappen aan al die mensen wat het geheim is geweest, wat het geheim recept is geweest van Limburg om zich, in tegenstelling tot Wallonië, die ook die mijnklap heeft gehad, maar die niet is rechtgekomen, hoe zijn jullie Limburgers rechtgeveerd? Ik denk dat het belangrijkste geweest is dat eind jaren 80, begin jaren 90, toen de mijnen inderdaad sloten, dat we niet bij de pakken zijn blijven zitten. Ik denk dat op dat ogenblik onmiddellijk het besef van urgentie eigenlijk aanwezig was en we zijn erin geslaagd in Limburg met alle actoren eigenlijk van de maatschappij de neus in dezelfde richting te laten gaan. Zowel de politiek, de vakorganisaties, de werkgeversorganisaties, de vakbonden, het bedrijfsleven ook. Um, ze hebben eigenlijk allemaal onmiddellijk ingezet op um, een serieuze reconversie. Men is uh, op zoek gegaan hoe kunnen we het bedrijfsleven terug een andere uh, invulling geven, zodanig dat die uh, invulling van de, van de jobs eigenlijk toch terug kon uh, gegarandeerd worden. Dat is een heel belangrijke geweest. Men heeft ook met het kapitaal dat vrijgekomen was uh, door de sluiting de Limburgse Reconversiemaatschappij opgericht, de LRM. Die is vandaag nog altijd zeer actueel en zeer uh, belangrijk voor Limburg. Uh, daar worden noodledende bedrijven eigenlijk uh, ondersteund om zo uh, toch wel hun uh, te laten groeien of te laten slagen. Zodanig dat die werkstelling in Limburg toch altijd kan gegarandeerd blijven. Anderzijds denk ik ook een belangrijke factor is geweest het onderwijs. We hebben vandaag een mooie universiteit in Hasselt. We hebben ook de PXL, we hebben de UCLL, dus waardevolle hogescholen. En ik denk de investering en de inzet in de jeugd, om hun eigenlijk toe te laten en te begeleiden, zich te ontwikkelen om de toekomst eigenlijk in te vullen, om de nieuwe werknemers in Limburg te worden, dat is altijd heel belangrijk aspecten zijn, dus de samenwerking, de veerkracht en de investering. Ik denk dat dat de belangrijkste factoren zijn. En anderzijds, we zijn hier vandaag op de mooie site mine De voorzitter van de put heeft het ook al naar verwezen. We zien hier het mijnverleden. We hebben als Limburg dus de geschiedenis omarmd en we zijn erin geslaagd, eigenlijk in samenwerking met de lokale besturen, de oude um, mijnterreinen eigenlijk om te vormen naar toch wel een stukje um, um, toeristische hotspots. En men komt hier um, toch wel van overal naar het mooie Limburg, naar ons toerisme. We hebben hier Seamine, we hebben mine we hebben, hebben Terrils, We hebben tal van mogelijkheden om hier een heel mooie vakantie te beleven. En ik denk dat het ook wel een troef is die ingevuld is na de sluiting. Dankjewel. En uh, ik denk uh, het applaus uit de zaal bevestigt dat deze reconversie hier fantastisch is gelukt. Een van de zaken die u zei, Rita... Uh, is ja, mensen omscholen, onderwijs, talent. En dan kom ik bij Wouter. Um, ja, wat wij heel vaak horen uh, is bij ondernemers: hey, we hebben de Brexit gehad, we hebben de COVID, we hebben de energiecrisis, nu is er Oekraïne. Maar eigenlijk hetgene die het meeste impact heeft op onze groei en ons het meest vertraagt, is het vinden van uh, de juiste mensen. En uh, Wouter, wat uh, kan u uit uw magische goed toveren in de Kamer? Om ons daar een stukje dichter bij een oplossing te brengen? Wel, de, de magische hoed in de Kamer die, die, die ligt in het kamp van, van Circus Vivaldi, dat we iedere, iedere week mogen aanschouwen. Dus de, de hefbomen hebben we vandaag niet echt, niet echt vast. Maar de analyse is gemaakt door, door alle sprekers eigenlijk vandaag. De uitdagingen zijn ook heel, heel duidelijk. En er zijn ook heel duidelijk een aantal oplossingen en strategieën naar voren geschoven. Het is zoals je zegt, eh, Axel, uh, we gaan van de ene crisis naar de andere crisis. Dat is uh, bijzonder uitdagend voor, uh, voor ondernemers, uh, voor ons allemaal, maar zeker ook uh, voor, uh, voor ondernemers. En als je gesprekken voert, dan hoor je inderdaad dat uh, creativiteit, innovatie, uh, dynamisch uh, personeelsbeleid en dat soort dingen meer, dat, uh, dat helpt om, uh, om het hoofd boven water te houden, om daar nog wel door te spartelen. Maar een van de uh, allergrootste uitdagingen, zoals je dus zegt, is, uh, is die krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van goede. En ook het houden van goede. Het ging daar straks over de achterdeur gesloten houden. Uh, het houden van, uh, van goede uh, werknemers. Het is een bijzonder grote, grote uitdaging. Uh, mensen in de zaal weten hier ook dat wij als partij al, al jaren daar uitgesproken ideeën over hebben van hoe activeren die. Uh, toch wel een uh, uh, significante groep aan, aan inactieven, zowel in de werkloosheid als in de invaliditeit. Uh, want uh, laat, ons, uh, laat ons eerlijk zijn, uh, daar, uh, daar zit toch nog wel wat potentieel. Uh, een en ander met de nodige omzichtigheid, maar daar zit zeker nog potentieel. Uh, maar dat is geen nieuw verhaal. Dat zou geen nieuw verhaal zijn hier vandaag. Maar naast het activeren van de inactieven, denk ik uh, dat er een uh, bijzondere werf ligt. Uh, om onze arbeidswetgeving, om de fiscaliteit een stukje um, anders te gaan organiseren en ook te focussen op degenen die vandaag al actief zijn. Dus je spreekt met ondernemers, dan hoor je mensen uh, heel duidelijk zeggen dat binnen hun uh, uh, teams, binnen hun uh, werknemers, dat daar mensen zitten die op een bepaald moment in hun carrière, op een bepaald moment in hun leven, uh, vragende partij zijn om meer... En om langer te werken, maar omwille van cao's en arbeidscontracten en paritaire comité's en dergelijke meer. Heel erg beperkt zijn om zich te houden tot die 38 of 40 uur. Daar komen hier en daar dan nogal wat overuren en dergelijke bij. Maar de mensen wordt eigenlijk weerhouden om, wanneer dat ze dat kunnen, wanneer ze daar voor openstaan en wanneer het bedrijf dat ook vraagt, om meer te gaan werken. Ik denk ook aan, aan mensen die op pensioen zijn, die heel veel expertise en know-how hebben, die zeggen, ik wil één, twee, drie dagen per week gerust die expertise te beschikking stellen en nog wat bij gaan werken, maar die dat uiteraard niet doen, omdat ze dan uh, fiscaal afgestraft worden en daardoor niet uh, beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt en voor die werkgevers. En ik denk dat wij als aanbodpartij uh, moeten komen met, uh, ja, met de grote mobilisatie, met uh, zowel het uh, activeren van inactieven en het, uh, het uh, herbekijken van onze arbeidswetgeving en de fiscaliteit om degenen die vandaag al actief zijn nog, misschien tijdelijk, wanneer het bedrijf en henzelf dat goed uitkomt, om die actiever te laten zijn. Dus ja, nogmaals, als aanbodpartij denk ik dat daar een rol voor ons weggelegd is. Ik zag u, Peter, goedkeurend knikken. Heeft u zelf bij Ambiorix mensen van wie je zegt, moesten die mogen, zouden die meer willen werken? En dat dat een oplossing zou kunnen zijn bij jullie? Ja, we vinden het heel belangrijk dat eigenlijk mensen ook na hun pensioen bij ons betrokken blijven bij het bedrijf. We hebben zo twee mensen. Die meer dan 50 jaar ervaring hebben in het bedrijf, dus 100 jaar samen, die nog zorgen voor de opvang van bezoekers. Die mensen die komen kijken naar het bedrijf, die verkopen ook wel wat schoenen in een shop die we daar hebben opgericht. En die geven ook vooral veel raad aan de jeugd. Dus die tonnen ervaring die die hebben, als er een probleempje is in het bedrijf, je moet die mensen kunnen aanspreken en die komen die oplossing heel snel brengen. Dus uh, dat is eigenlijk zo gigantisch belangrijk, dat zulke mensen uh, nog bij het bedrijf betrokken blijven. En we kunnen dat doen via het systeem van Flexijobs. Dat is voor ons uh, 100 euro, kost, uh, netto voor die mensen, kost 150 euro voor het bedrijf. En dat is eigenlijk een hele goede manier van werken. Moesten we, wij ze 150 euro normale kost hebben voor het bedrijf uh, via een normale tewerkstelling, zouden ze maar 50 euro van over hebben. En uh, met, met die 100 euro zijn ze heel tevreden. En dan kunnen we daar ook op een effectieve en efficiënte manier inzetten. Ik ga even nog naar uh, andere Peter. Uh, Peter van Abiorik sprak over uh, ja, mensen die gepensioneerd zijn, heel veel ervaring hebben. Als we dan kijken wat het laatste was wat Vivaldi daarover zei, dan zeiden ze ja. We moeten bedrijven die te weinig 60-plussers hebben in dienst daar een boete voor geven. Denkt u, Peter, dat daar één 60-plusser mee gelukkig zal worden of door extra aanvaard zal worden? Nee, in tegendeel. Want ik denk als je dan als 60-plusser gaat solliciteren en je wordt aangeworven, is het de vraag of je aangeworven wordt omwille van je capaciteiten of dat het bedrijf jou aanwerft om een boete te vermijden. Dus uh, uh, dat is al een eerste heel belangrijk. Ten tweede... Het is ook wel straf natuurlijk dat de exacte overheid daarmee komt. Als je kijkt wie het snelst op pensioen gaat, dat zijn typisch mensen die voor de overheid werken. 50% van alle ambtenaren is op 60 16... okay. 50% van alle ambtenaren is op 60 of voor 60 al gestopt met werken. Bij werknemers en zelfstandigen is dat een ja, verwaarloosbaar uh, percentage. Dus ik denk dat het uh, een heel slecht idee is om, daar, uh, om daarmee te beginnen. Ik denk vooral dat we moeten duidelijk maken dat, de, dat mensen uh, langer moeten werken. Dat ze ook tijdens hun carrière ook, ook moeten, kunnen, uh, moeten kunnen omschakelen. Zich voortdurend moeten omscholen. Want wat je ziet is dat mensen beginnen in een bepaalde functie. Als je die mensen niet omschoolt gedurende 20, 30, 40 jaar. Dan zijn die ook onbeschikbaar voor de arbeidsmarkt na 30 jaar. Dan zijn die veel duurder geworden omdat hun loon stijgt met anciëniteit terwijl hun vaardigheden alleen maar dalen. Zorg ervoor dat je dat loon niet meer automatisch koppelt aan leeftijd. En zorg er tegelijk voor dat je die mensen hun vaardigheden dat die vooruit helpt. Als je kijkt, in landen als, als uh, Zweden, Nederland, Denemarken zijn mensen van 65, 66, 67 nog allemaal de, heel, veel, heel vaak aan de slag. Niet op een bouwwerf eh, of niet als. Uh, uh, aan de band in hun fabriek, maar er worden andere jobs voor gezocht. En ik denk, wij hebben vooral schrik om op te geven wat we vandaag hebben. Hè. Maar wij hebben heel weinig verbeeldingsvermogen om uh, ons in te beelden hoe we die mensen wel aan de slag zouden kunnen, uh, zouden kunnen zetten. En tenslotte, we moeten er ook voor zorgen dat mensen die hier zijn en die, die geen, uh, geen werk hebben, dat we die ook makkelijker aan de slag krijgen. En ik verwijs dan naar het voorbeeld van de Oekraïners. Uh, we zijn er in, uh, in uh, België of in Vlaanderen bij minder dan duizend Oekraïners aan de slag gekregen van degenen die hier zijn. In Nederland meer dan twintigduizend. Dat is een gigantisch verschil. Zeker als je kijkt dat die arbeidsmarkt vandaag schreeuwt om, uh, om mensen, moeten we elke persoon die beschikbaar is voor die arbeidsmarkt zo snel mogelijk toeleiden naar die knelpuntjobs. Want elke knelpuntjob die niet wordt ingevuld, dat is welvaart die niet gecreëerd wordt, dat zijn belastinginkomsten die er niet zijn en dat is een gat in de begroting dat nog groter, uh, nog groter zal worden. Dus als we ergens iets willen doen om onze positie in Europa uh, te versterken, om onze positie van de industrie te versterken, dan zal het zijn meer mensen aan de slag. Het zal goed zijn voor de begroting, voor onze welvaart en voor ieders portemonnee. Misschien daar. <applause> nog één allerlaatste slotvraagje, daarop voortbouwend. Eh. Um... Om West-Vlaanderen nog maar eens te vernoemen, wij liggen vlakbij Heenhouwen. Een hele grote werkloosheid daar. Ik was gisteren nog met collega Maaike bij een bedrijf, Soenen Hofkarton. En ik vroeg: krijgen jullie veel Fransen? Ja. Ik zeg: komen er veel mensen uit Wallonië? Die zeiden: wat is dat, een wal? Ik heb gezien als ik hier binnenreed dat Luik hier ook vlakbij ligt. Misschien een vraag hier aan het panel, de Limburgers dan. Slagen jullie erin om veel mensen uit Luik in Limburg op de werkvloer te krijgen? Ja. Wij hadden, uh, is nu uh, vorig jaar met pensioen gehad, één waal uh, bij ons werken. En uh, die man werd, ging ik elke dag begroeten, ik zei goedemorgen, en hij zei elke dag bonjour. Dus hij heeft in de 30, 40 jaar dat hij bij ons gewerkt heeft, geen woord Nederlands gekund, geen woord Nederlands gesproken, en dat is ook onze fout. Want wij gaan altijd met die Franstaligen. Frans spreken. We zijn er fier op dat we Frans kunnen. Dus dat is nog een hele weg af te leggen. Oké. Okay, ik denk. Uh, Rita wil nog iets zeggen daarop? Nee? Oké. Okay. Rita zei: stop ermee. De zaal heeft honger. Uh, ik uh, ga het slotwoord geven aan de congresvoorzitter Steven van de Put. En ik dank alle paneleden. Een warm applaus.